Dit is ons land. In de seizoenen, door de tijd. Als je echt wilt weten hoe ons leven voortdurend verandert. Soms alledaags, soms heel bijzonder. Dan kijk je vanuit een spectaculair perspectief. In deze aflevering een pril begin. De eerste tekenen van de lente. Nieuwe ideeën, nieuwe kansen. ...17 miljoen mensen op een klein stukje aarde. Dit is Nederland van boven. Het eerste licht. Een nieuwe dag. Ieder jaar weer maken we goede voornemens. We beginnen ergens aan, vol overtuiging dat we het zullen volhouden. Een nieuwe dag betekent ook een schone lei. Een nieuwe kans. Durven we onbevangen nieuwe avonturen aan te gaan, of laten we alles liever bij het oude? In deze aflevering van Nederland van boven, het nieuwe licht, een pril begin. Hoe gaan we om met nieuwe kansen? Januari 2013. Het nieuwe jaar is nog geen dag oud. Dit zijn koeriers die pizza's, sushi, spare ribs of rotties bezorgen. Goede voornemens stellen we nog maar een dagje uit. Wij doen het rustig aan, maar voor de koeriers is het de drukste dag van het jaar. Om 5 uur 's middags ontploffen de steden. De ritjes meestal kort en snel, maar op het platteland zijn de pizza's soms wel 29 kilometer onderweg. Aan het eind van de dag zijn er in totaal 428.000 maaltijden bezorgd. Als kind gaan we onbevangen ieder nieuw avontuur aan. Niet bang om fouten te maken.
Als je er alleen voor staat, dan komt de doorzetter bovendrijven. Het spel van licht, water en wolken geeft Hollands licht. Is het Hollandse licht een fabel? Volgens de wetenschappers bestaat het Hollandse licht niet. Maar dan is het toch op zijn minst een geweldige inspiratiebron. Hollandse meesters zijn wereldberoemd door de manier waarop zij het licht weten vast te leggen op het doek. Nu vangen we het licht in kassen. En daar zijn we zo goed in geworden dat we de grootste exporteur ter wereld zijn van tomaten, komkommers en paprika's. Ooit is er iemand met een kleine kas begonnen. Is er één ondernemer die een kas op een hele nieuwe manier inzet. Hij laat er geen tomaten groeien, maar lammetjes. Schaapherder Martin heeft een oude vervallen rozenkas omgetoverd tot een warme kraamafdeling. Geheel tegen de natuur in worden hier midden in de winter honderden lammetjes geboren. Ja. Nou, deze even kijken, want dan moeten deze nog aflammeren. Ah, kijk, hier zien we het pootje al komen. We kunnen mooi zien dat voorpootjes zijn. Het snuitje legt erop. Om het ietsje makkelijker te maken, trek ik de pootjes even recht. En even een beetje. Kijk, daar komt het. Bekje lekker schoonmaken. Hupsa. Nou, zo'n mooi lammetje. In augustus zijn deze ooien gedekt. En omdat wij een begrazingsbedrijf hebben en in april met onze schapen weer aan de gang willen, is het gewoon erg prettig dat we dan de lammerij al hebben gehad. In augustus hebben we een donkere maand gehad. Het is wat regenachtig geweest. En daardoor zijn de ooien toch in de brons gekomen. En komt dat bij ons heel mooi uit. Het wil niet altijd lukken, maar van het jaar is het heel goed gelukt dat we ze vroeg aan het lammeren krijgen. En dat is gewoon een beetje spelen met de natuur. Nu is het nog vallen en opstaan.
Maar in de lente zijn deze lammetjes al sterk genoeg voor de grote tocht. Martin, zijn hond en een kudde schapen op pad in Rotterdam. Walk on, lay down. Walk on, lay down. Waar het gras van de bermen vroeger kort werd gehouden door grasmaaiers, worden nu schapen ingezet. De kudde in het blauw, de hond in het rood. Ze moeten van zuid naar noord. En dus met z'n allen de Van Brienenoordbrug over. Een oversteek van 12 kilometer. Na 4 uur komen de schapen aan in het Bergse bos. Als het gras gemaaid is, trekken ze de volgende ochtend vroeg naar weer een nieuwe locatie. Oude ideeën, maar dan in een nieuw jasje gestoken. Geen mooier begin dan het begin van de liefde. Want het is altijd weer de eerste keer. Elkaar uitdagen. Onzeker. De eerste aanraking. De eerste kus. Verliefd tot over je oren. Het kan zomaar ineens weer afgelopen zijn. Maar soms is het raak voor het leven. Marianne Vos en Bouke Mollema zijn ooit begonnen op kleine fietsjes. Nu zijn het wielerhelden. Als kind willen we grenzen verleggen om ooit zo groot te worden als onze helden. Het begint met het willen winnen van een beker, om uiteindelijk te gaan strijden voor een trui. Zo ook Femke. Zij droomt ervan om met wielrennen net zo'n kampioen te worden als Marianne Vos.
als je hier als eerste uit de bocht komt, hè, nou, dan zie ik het wel zitten. Ja? Hè? Dat is niet wat. We hebben dus aan de start Demi Uberbach, de plaatselijke favoriete hier. De Tour, het NK ook weer. Het WK wil ik ook wel winnen. Gewoon alles. Alles winnen. Dat Marianne Vos later zegt, hey, die is net zo goed als mij. Ik denk een paar jaartjes nog trainen. Om nu al tegen Marianne Vos te fietsen is een beetje zwaar. We hebben er alles voor over om te winnen. Nu is het nog maar een handjevol toeschouwers. Later staat er misschien wel een joelende menigte, speciaal voor jou. Het begint met iets kleins, maar er komt een moment dat je moet durven groot te denken. Plannen maken waar je de consequenties niet eens van kunt overzien. Hier, op de bodem van het Markermeer, is amper leven door een dikke laag slib. Die wordt opgebaggerd om er nieuwe eilanden van te maken voor natuur en recreatie. De Markerwadden. We beginnen keer op keer aan een groot avontuur. De verlenging van de A4. Na jaren touwtrekken komt die er nu toch. Bij de Betuwe en de Noord-Zuidlijn liep het fout. Maar bij de Hanzelijn ging het goed. 90 miljoen euro goedkoper dan begroot. De Tweede Maasvlakte, 130 miljoen goedkoper dan begroot. De aanleg van het Noordzeekanaal in de 19e eeuw liep al direct uit de hand. Uiteindelijk heeft een Britse aannemer de klus geklaard. Lely begrootte de afsluitdijk op 62 miljoen gulden. Het werd twee keer zo duur. Als we van tevoren hadden geweten hoe duur ieder project zou worden, waren we er dan ooit aan begonnen? Daar staan ze dan, de Vira's, met hun prachtige zuurstokkleuren. Gestrand in het niemandsland waar de A10 wordt verbreed. In 2001 begint de NS High Speed aan een avontuur dat zijn weerga niet kent. Niet zozeer in euro's, maar vooral als prestigieus project. 12 jaar later is het hele Vira-project domweg mislukt. Terwijl de naam volgens het merknamenbureau
trots en zelfvertrouwen uit moet stralen, slaan wij een flater. Kan fout gaan. Maar soms moet je gewoon ergens aan beginnen. We waren allebei in loondienst, het hield allebei op. Ja, en dan ga je op zoek saampjes naar wat leuks, wat je allebei leuk lijkt. Je krijgt één keer in je leven de kans, je bent allebei nu nog jong. Dus dan moet je pakken wat je pakken kan, vind ik. Ivar en Rianne zetten alles in op een snackbar op wielen. Niet langs een snelweg of in een drukke winkelstraat, maar aan een dijk in Noordoost-Groningen. Bij ons koop je niet een broodje hamburger. Nee, de bedoeling is straks dat je het hele... Een heel evenement als het ware koopt voor een we zijn bezig met pakken van Uncle Sam en alles in de Stars and Stripes. Om zoiets te gaan bieden wat er nog niet is. Want er zijn zoveel patatboeren, er zijn zoveel visboeren. Maar wil je onderscheiden van de rest, wil je nog iets, dan moet je ook wat verder durven gaan dan een ander. Kijk, McDonald's heeft ook allemaal zijn eigen stijl. De Burger King en noem al die grote jongens maar op. Ze hebben allemaal een eigen mimiek, hun eigen stijl. Nou, en als ik dat in het klein elkaar voorbereiden, wie weet wat het gaat worden. Het zit hem niet in de grote dingen, het zit in de kleine dingen. En het is toch uniek dat je zo saampjes met je partner hier in zo'n plek als dit, dat je samen mag en kan werken en kan leven. En dan in zo'n uitzicht als dit. Natuurlijk, er zit er een keer een rustige dag tussen. Is ook wel eens lekker. Het is wel extreem rustig nu. Hè? We eten steeds meer sushi, pizza of roti. Maar voor Ivar en Rianne begint de toekomst met een ouderwets patatje met. Het is moeilijk van tevoren te zien wat een succes wordt en wat niet. De scheidslijn tussen slagen en falen is flinterdun. Een klein beetje nachtvorst en het is gedaan met het fruit. Ieder jaar weer is het spannend. Want net in de knop zijn de bomen het meest kwetsbaar. Jan en Joke leven met de seizoenen. Dag en nacht. Geen oogst betekent geen inkomen. Bevriest de knop, dan is het een jaar lang op een houtje bijten. We hebben hier een kerstpruimenboom gehad. De komende nacht wordt er fors verwacht. En daar treffen wij ons maatregelen tegen. En dat is onder andere deze vuurpotten. Waar we de vorst mee bestrijden.
dikke tak aan de kant. Het is nu rond de 3 graden en de wind valt weg. We verwachten toch dat het vannacht min 1, min 1,5 gaat worden op deze hoogte. Dat betekent eigenlijk dat op deze hoogte, vanaf hier tot hier, is het kouder. En hier zitten ook al takken met bloesem, wat hier later de vrucht aan moeten komen. Dat wordt toch wel gevaarlijk, hè, want die zijn al eigenlijk tegen de bloei aan. Ja, dan kunnen ze eigenlijk geen vorst meer verdragen. Nu kunnen ze nog 1 graadje verdragen. Maar vannacht wordt er eigenlijk kouder verwacht, dus we moeten toch de bescherming al toepassen. Het is nu 1,5 onder nul en we steken nu alle pot aan, want het is nu toch wel zo koud dat het schade kan geven. Nou, we moeten ongeveer 500 pot aansteken en dat duurt ongeveer een uur met elkaar. Hè, dit verhoogt de temperatuur met 1 graadje of 2. Nou, het vriest 1,5 graad, dus dat betekent dat het eigenlijk boven nul blijft. Dus dan heb je geen schade. Nou, ze branden leuk. Het is ooit begonnen met een idee. Een eerste schep in de grond. Nu is het zo groot dat je de omvang niet eens meer kunt overzien. Die wordt pas zichtbaar als de lichtjes branden. Van pril begin tot uitbundige bloei. Een flinterdunne lijn tussen winnaars en verliezers. Voor de ondernemer die groots durft te denken. Voor de boer. Wat begon met een kiem, wordt nu geoogst. Voor het verliefde stel. En voor de doorzetter die leert van zijn fouten en op eigen kracht verder kan.
Thank you for watching this video. I really hope you liked it. If so, you can watch the next episode right here. Or check out one of the other great travel series on this channel. And don't forget to subscribe to get an update on our new series.